Aldi Nagea, Egmond halve marathon. En hoe lang was jouw reis hier naartoe? Behoorlijk lang. Ik vertrok gisteren om 4 uur vanuit Kaptagat, Kenia. En ik was om 11 uur hier in Egmond, donderdag. Dus woensdag vertrok ik, donderdag om 11 uur was ik hier. Is het altijd zo lang? Nee, niet altijd. Maar ik train normaal gesproken natuurlijk in Addis. En toen had ik besloten om naar Kenia te gaan. Dus ik had een losse ticket geboekt van Ethiopië naar Kenia. En in Nairobi, als je in Nairobi bent in Kenia, moet je nog een keer binnenlandse vluchten nemen naar Eldoret. Dus dan weet je gewoon dat terugreizen heel lang duurt. Maar ik ben heel relaxed iemand en het ging gewoon heel makkelijk. Altijd gewoon ergens eten, goed drinken en ja. Ja, want de laatste periode zat je vooral altijd in Addis. Waarom nu dan naar Kenia? Ik wissel eigenlijk heel vaak, maar elke keer heb ik wel een hele goede excuus eigenlijk. En nu was het, het ging een klein beetje niet zo goed met mijn groep in Addis. Klein beetje, misschien mag ik het niet zeggen. Maar, en vooral het reizen. Je moet heel vaak reizen in Addis. De stad wordt heel druk, smog, echt alles. En iedereen is in Addis Ababa. Van 9 miljoen mensen wonen daar. En het is gewoon, ik had gewoon geen rust meer. En in Kenia, in Kaptagat, dus niet in Iten, heb je gewoon, Global heeft daar een kamp. En daar zitten Eliud Kipchoge, Comoror, Stephen Kiprotich, al die jongens. En dat is gewoon goed om te doen. En daarom ben ik naar Kenia gegaan. Jij hebt ook getraind met Eliud Kipchoge, Bernard Kipiego, deze mannen. Welke tip kreeg jij mee? Vooral Eliud is een echt aardig gast. En die is gewoon echt de captain van de groep. En die adviseerde mij heel vaak. Die vertelde mij hoe je moet lopen, hoe je dingen moet doen. En de laatste dag dat ik daar vertrok, toen zei hij good luck en go for the win. Toen zei ik, ja, maar onze team, onze groep, onze maatjes, Bernard en Emmanuel Moutai doen mee. En toen zei hij, nee. Toen keek ik me echt zo aan, wat zeg je nou? Het maakt toch niet uit of wie mee loopt. Als jij voor de overwinning gaat, dan is de kans groot dat je wint. Maar je moet wel echt voor gaan. Als je niet in gelooft, dan lukt het je ook niet. Dus hij zegt, ja, je was vijfde, vierde, dichterbij vorig jaar. En dus je moet gewoon in geloven dat je gewoon kan winnen. Je traint met de jongens, je traint met ons, je finish met ons. Dus what is wrong? Come on, change your mind. En het is gewoon super dat zo'n gast tegen jou dat zegt. En, dus ja, ik leer heel veel van de jongens. Dus zondag ga jij winnen? Ik ga voor de overwinning. Dat is iets anders. Nu is Galit Sekoet erg gebrand, want hij wil revanche. Van afgelopen wedstrijd of van vorig jaar Egmond? Nee, kijk. Het is heel leuk natuurlijk dat we dicht op elkaar zitten met Michel Butter en Galit. Maar ik concentreer toch meer om iedereen, zeg maar. Dus als Galit voorop loopt, dan is hij ook mijn concurrent. Als straks Bernard en Abirakuma voorop lopen, dan zijn hun mijn concurrent. Dus ik probeer gewoon zo lang mogelijk mee te gaan. Zo lang mogelijk achterin te blijven. En vertrouwen op mijn eindsprint. Dan zie ik het wel. Dus ik ben niet echt. Ik ga niet zeggen, oké, ik wil Galit verslaan. Kijk, je wil natuurlijk wel best een Nederlander worden. Maar je moet eigenlijk. Dat is eigenlijk heel slecht, want als ik Galit achter me heb, dan denk ik, oh, dan ben ik al. Terwijl ik andere jongens voor me heb. Dus ik concentreer gewoon, iedereen die voor mij loopt is gewoon mijn concurrent eigenlijk. Ik ken jou als een hele sluwe atleet, want jij weet altijd wel de rug van een ander atleet te vinden en daar heel lang achter te zitten. Ja, klopt. Kijk, iedereen heeft zijn eigen kwaliteit. Ik bedoel, vooral Egmond, wie gaat voor de tijd? En als je met z'n tweeën bent en... In de schorrel had je ook die jongen uit Noorwegen. Ik wilde gewoon een relaxed wedstrijd lopen. Ik kwam de dag daarvoor aan. Ik kwam alleen voor de overwinning. En hij wil snelle tijd. En ik zie gewoon, het gaat niet komen als we 28-40 lopen. 28-50. Ja, mijn PR is 28-06. Dus mij maakt niet uit wat we lopen. En hij wilde per se gaan pushen. En dan ga op kop lopen. Ja, ik ga wel op kop lopen. Maar dan ook wel mijn eigen tempo. Als jij zegt, loop op kop mijn tempo. Ja, dan ben ik een haas van jou. Dus ik wil best op kop lopen, maar dan op mijn eigen tempo. Of hoe ik het wil eigenlijk. Dus degene die daar moeilijk over doet, ja, dan moet je zelf weten. Het is een individuele sport. En ik vertrouw mijn eindsprint. Het is altijd leuk om iemand op de eindsprint te pakken. Ik vind het heerlijk. Ja, want heb je er wel eens opmerkingen over gekregen dat je zo vaak in de rug van iemand loopt? Nee, eigenlijk nooit. Omdat we. Het komt eigenlijk ook niet zo vaak voor. Ik ga altijd ook met de Afrikanen mee. En laatst ook. Maar kijk, bijvoorbeeld in Tilburg. Was het nou? Ja, Tilburg Tenmaals. Dan liepen we gewoon om en om. Maar dan zorg je dat de laatste 300 meter, dat ik achterin loop. Achter iemand. Ook Seven Hills, wereldkampioen op de marathon.
En dan wordt die andere nerveus gewoon. Dan blijft hij achterom kijken en jij loopt gewoon achterin. En jij kijkt gewoon, oké, 30 meter, 20 meter en bam. En dat is gewoon een goede tactiek voor mij. Dat werkt gewoon voor mij. Ik kan heel snel reageren. En je maakt die gast gewoon, maak je dan gek, die iemand. Dan loop je gewoon woef, ben je voorbij. Die jonge wereldkampioen ook, die dacht, ik sprint goed. Hij was echt in vorm. Maar jij kan gewoon alles geven op de laatst. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Want jij bent gezegend met een sterke eindsprint. Is dat ook echt dat je daarmee gezegend bent? Of heb je dat moeten leren, een sterke eindsprint? Ik heb echt geleerd. Want vaak als je sprint, dan vergeet je ook je techniek. En ik ga dan al tegen mij zeggen, oké, wacht, denk aan je techniek, hooglopen. En dan korte pas, explosief weggaan. Dus dat leer je wel. Maar ik denk dat ik wel van nature dat sprint heb. Dus ik denk, iedereen zei ook, waarom loop je zo slecht eigenlijk op de baan? Jij kan echt goed lopen op de baan. Dus ooit denk ik dat ik een keertje terug ga. Maar ja, ik schaam echt mijn tijd op de baan. Dus ik wil die zeker een keertje verbeteren. Maar ja, die snelheid zit gewoon daarin. En als ik veel duurloop doe en heel veel training, dat wordt alleen maar beter. Zoals je nu over je wedstrijden praat, lijkt het ook alsof je het als een soort spel ziet. Ja, klopt, maar dat is ook zo. Elke wedstrijd moet je anders zien. Elke wedstrijd denk je, oké, hoe ga ik lopen? Wat wil ik? En je moet gewoon plannen. En Egmond is gewoon plaatsing. En je moet zorgen na het strand dat je mee bent. Schorrel ga ik altijd voor de eindsprint. Als ik gewoon terug ga, kan ik gewoon even genieten. Dan zie je al die jongens voorop lopen. Sommigen die gaan vanaf 2 kilometer pushen. En ik zit soms helemaal achterin. Ik ben ook nog klein, dus je ziet mij helemaal niet. En wie vindt 4 jaar achter elkaar, dan ben ik op tijd gewoon naar voren. Ik kan gewoon van genieten. Dat zie ik ook met Mo Farah bijvoorbeeld. Die doet ook heel vaak. Die gaat niet in het begin van de wedstrijd zichzelf laten zien of wat dan ook. Die weet gewoon, de wedstrijd begint de laatste 2 rondjes of 3 rondjes. En als dat in je hoofd hebt, dan ga je ook winnen. Want dan weet je gewoon dat. Dus dat moet ik eigenlijk ook meer aanpassen aan andere wedstrijden. Dat ik gewoon zeg, oké, ik moet gewoon sowieso mee. En de laatste 2 kilometer, dan ga ik voorop lopen. En dan ga ik ook voor de overwinning. En niet zo van dat je bang bent van die jongens. Oh, die hebben 2:05 staan. Of die hebben onder de 6, onder de 1 uur staan op de halve. Dan heb je eigenlijk opgegeven. Maar als je gewoon tegen jezelf zegt, dan ga ik voorop komen. En dan ga ik ook voor de overwinning. Dan zit altijd wel een podiumplaats in, heel vaak. Nu ben je gekwalificeerd al voor de Olympische Marathon, Olympische Spelen. Hoe ziet jouw voorjaar eruit? Komt er nog een marathon of niet? Absoluut. Ik loop Boston Marathon, dus geen Rotterdam. Ik vind het op zich jammer dat ik niet in Rotterdam loop, maar ik moest keuze maken. En op zich is het luxe dat je gewoon kan kiezen, oké, wat zal ik doen? Maar ik heb voor Boston gekozen. Eerste reden, of de belangrijkste reden is gewoon dat je daar... je bent niet zelf aangewezen, geen hazen, je kan met de kopgroep mee, ervaring opdoen, net als de Olympische Spelen. En dat wilde ik gewoon heel graag. Ik heb Enschede gelopen, ik heb Amsterdam gelopen en nu ook Rotterdam. En alles wordt voor je geregeld. Hazen, alles. Wie wil je dat jou haast? Je mag zelf aanwijzen wie gaat jou haast. En in Boston ben ik gewoon een van de jongens. Klaar, ik ben daar wel hartstikke welkom. Dus dat is wel fijn. Maar je moet gewoon jezelf doen. Drankjes pakken. In Rotterdam heb je gewoon 1 iemand die weet je gewoon, die gaat overal met je mee fietsen. En het is gewoon toch anders in Boston. Vooral dat. En dat je dat je met de kopgroep mag lopen, vind ik ook echt hartstikke fijn. En het geeft ook heel veel vertrouwen. Je ziet heel vaak dat 2:08 wordt gewonnen. En als je daar 2:09 weet te lopen, dan heb je ook podiumplaats. Of top 5. En dat is gewoon World Major Marathon. Dat is gewoon de Champions League van de atletiek. En dat is gewoon ook heel gaaf om te doen. En heel vaak als het wedstrijdgevoel naar boven komt en ik geloof dat ik dan voorin kan eindigen, dan kan ik ook boven mezelf uitkomen. Dus ik denk dat hopelijk dat het komt daar. Ik kan gewoon niet wachten om daar te knallen. Wanneer is Boston? 18 april, dus maandag 18 april. In feite wel in dezelfde periode. Daarna gaf je ook aan, je wil ook nog EK atletiek. Ja, klopt. Ik loop altijd 6-5 weken voor een marathon, halve marathon. En nu komt het ook goed uit. 6 weken denk ik voor Rio. Is EK halve in Amsterdam. Dat kan je sowieso niet laten liggen. En ik was echt super blij toen ik 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden, toen het bekend werd dat een halve marathon komt. En toen wilde ik al graag lopen. En het komt gewoon goed uit. Perfect timing. En daar ga ik echt voor de overwinning. 2 grote kampioenschappen dit jaar. En Boston. Ja, klopt. Dus het wordt een drukke jaar. En alles staat natuurlijk in teken van Rio. En na Rio
Als ik daar gewoon goed heb gelopen, dan heb je oktober, november, december kun je gewoon misschien naar de EK cross, Seven Hills knallen. Ja, wordt echt een mooi jaar. Geen najaarsmarathon. Nee, als je 21 augustus de Olympische Spelen hebt gelopen, dan wordt het heel lastig om in oktober nog een marathon te doen. Toch nog even iets anders. Je bent nou erg veel nieuws geweest met inderdaad het vluchtelingenverhaal. Ooit zelf naar Nederland gekomen. Jarenlang is er eigenlijk, ja, het is wel, was wel bekend, er is een paar keer wat over geschreven. Maar nu in één keer word je daar heel veel voor gevraagd om daar iets over te vertellen. Hoe is dat? Ja, aan de ene kant kan je... Ik ben eigenlijk een relaxed iemand. Ik maak niet druk om wat me gevraagd wordt. Ik probeer altijd antwoord te geven. En het hoort erbij. Je kan niet zeggen, hé, waarom vragen jullie me dit? En het is gewoon een onderwerp van dag bijna. En ik kan ook begrijpen dat het behoorlijk invloed op heeft. Of impact aan de mensen. Ik ben niet zo vaak in Nederland meer. En laatst was ik in Nijmegen. En in één keer, hoeveel zit het daar? Al 1500? 2000? En dan denk je van, wow, een plek waar ik altijd in mijn tempo zit, werd geasfalteerd. Dus zelfs ik was van, wow, wat is dit? En dan kwam ik daar naar buiten, ging ik weer terug naar Global. En dan zag ik de woonwijk en dacht, ja, wat zullen die mensen denken? Ik was al ooit vluchteling en zelfs ik vond het behoorlijk wat. En wat denk je van de inwoners? Dus ik kan absoluut begrijpen hoe mensen daarover denken en dat het gewoon veel is. Maar ja... Ik zit niet in de Tweede Kamer, dus ik kan alleen maar een mening geven. En ik vind het helemaal niet erg als het daar wordt over gevraagd. En het ligt ook anders. Ik was als kind hier naartoe gekomen, dus ik had echt eigenlijk niks mee, niks door wat allemaal gebeurde. Ik zag daar veel jongere mannen lopen en ik dacht, wat voor impact zal dat op hen hebben? Dus het is wel een behoorlijke situatie, maar ja... Dat is gewoon zo. Het is gewoon iets groots. En je moet er gewoon een goede oplossing voor vinden.